Welkom kiekers, verstond voor de ingang van Parkhotel Roding in Valkenburg. Hij vindt vanavond de presentatieplaats van de Parkhotel Roding Cycling Wielerploeg. Vergon is kieken en vergon spreken met Bert Smeets, de oprichter, en Paul Lacroix, de ploegleider. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Nou, het idee is gekomen vanuit de stichting Jong Limburgs Wielertalent. We hebben een jaar of 5 geleden hebben we de stichting Jong Limburgs Wielertalent opgericht met de doelstelling om meer aandacht te kunnen schenken aan de opleiding van jong talenten binnen het Limburgse. Er worden in onze ogen te weinig gedaan en we zijn met een aantal enthousiastelingen hebben voor die kaart getrokken. Ik heb daarna heel kort al gauw contact gehad met Paul Lacroix, onze huidige ploegleider. En in feite zijn veer vanaf het eerste moment de karttrekkers wat het Parkhotel Roding Cycling Team betreft. Twee ploegen binnen deze formatie. Geet het op leeftijd, op kwaliteit? Nee, dat geeft op kwaliteit en ook op leeftijd. We hebben namelijk een belofte ploeg en een elite ploeg. En onze tweede ploegleider is voornamelijk met de belofte op pad. En ik ben zelf met de elite ploeg op pad. En meestal zijn dat 6 tot 8 renners per ploeg. We hebben 17 renners in onze ploeg. Dus we zijn eigenlijk ieder weekend met 12 of 14 renners op pad. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Dat had ook al successen gehad, hè? En ik denk dat het meest aansprekende succes eigenlijk geweest is Rob Ruig, die tegenwoordig profwielrenner is. Klopt het? Is hij ook het UG-team tevoorschijn gekomen? Ja, Rob Ruig, ik koos Rob zijn pap vroeger zaliger. Ik heb heel gehoord en ik heb contact gehad met Rob. En Rob stond op het punt om te stoppen met zijn wielercarrière. En we hebben toen gezegd op een paar moment van nou luister, kom dan gewoon bij ons fietsen. Dat is wel niet een heel groot programma, maar toch wel een dusdanig belangrijk programma. Dat doe ik in de kijkerkinserieën bij een bepaalde of meerdere profplogen. En dat is gelukt. Op welk niveau acteert je nu? Kijk, met voetballers, Eredivisie, Super League enzovoorts. Is dat met wielrennen ook een beetje aan te geven? Ja, we zitten eigenlijk net onder de top. In Nederland hebben ze dus de Pro Tour teams, dat is Rabobank van Kosselij. Dan krijgen ze Pro Continental, is nog maar 1 Skill Shimano. Dan krijgen ze 3 Continental teams, Pils, 3. En dan krijgen ze 5 LST teams, dat zijn 4. Dat betekent landelijke sponsor team, betekent dat. En dat is toch eigenlijk, kan ze vergelijken met de Eredivisie. De verwachtingen zijn weer hoog gespannen. We zijn door het feit dat we minder Limburgers in de ploeg hebben in de breedte een stuk sterker geworden, wat ook nodig is. Onze sponsor wil eigenlijk binnen nu en 2 jaar continentaal worden. Dat betekent dus een divisie hoger als dat van Oerie. Dus ja goed, dan moet voor ook met resultaten komen. En we willen sowieso wel een opleidingsploeg blijven. Dus ons doel is eigenlijk om dit jaar, net wie Rob Ruig en Tom Dumoulin, die we eigenlijk bij Rob van Kosselij, Tom bij Rabobank hebben afgezet, weer een jong afzetten in de hogere divisies. Ben je dit jaar bij deze ploeg terechtgekomen? Ik was op zoek naar een andere ploeg eind vorig jaar. En op een gegeven moment kwam ik in contact met Paul. En het sprak mij wel aan eigenlijk om bij een Nederlandse ploeg te gaan rijden weer. En ook bij een jonge ploeg dus, zoals Parkhotel. En ook dat de ambitie er is om door te groeien naar een hoger niveau. Dat sprak mij ook wel aan. En ik hoop daar een steentje bij te kunnen dragen volgend seizoen. Oké, succes vanavond, veel plezier en wat de toekomst betreft, heel veel zin. Ja, dankjewel.